Op het voormalig kampterrein staan twee goederenwagons uit de Tweede Wereldoorlog. Een icoon van de Jodenvervolging. Bij de herdenking op 12 april is het monument Gesproken Namen gepresenteerd. Voortaan klinken 365 dagen per jaar de namen van de 107.000 Joden, Roma en Sinti die naar de kampen in het oosten werden gedeporteerd. Het houdt de gedachtenis aan deze holocaustslachtoffers levend. Ook van de 5.000 die terugkeerden uit de kampen. Want ook zij moesten op transport een onzekere toekomst tegemoet. Zo worden ze niet vergeten. Max Degen. En onderduikkind Fred Cohen. Coheno. En dit is Truus Stern, onderduikoverlevende. Haar man Sam heeft hier in het kamp gezeten. Dochter Mirjam en kleindochters Shira en Aviva. Viva Dwinger.
Dit zijn programmamedewerkers Floor en Joy. Ellen ten Damme. Gemma Groot-Koerkamp van het herinneringscentrum Begeleid Mensen. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar. En zijn vrouw. Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen. En herhaal ze 100 malen, alle malen zal ik wenen.